Dit is het verkeersjournaal voor de regio Haaglanden van dinsdag 28 februari. Als eerste een bericht uit Den Haag. Op de Tiber is gestart met werkzaamheden aan een duiker. Een duiker is een koker die watergangen met elkaar verbindt. De weg is afgesloten tussen de Taag en de Theems. En dit is het stuk van de Tiber dat afgesloten is in verband met de werkzaamheden. Verkeer kan in beide richtingen omrijden via dit deel van de Tiber en dan de Donau. De werkzaamheden duren nog tot eind maart. De Emma-straat in Pijnakker wordt deze week ook afgesloten in verband met het vervangen van een duiker in de weg. Het gaat om het stuk tussen de Koninginnenhof en de Hoflandstraat. Verkeer wordt door middel van borden omgeleid. De werkzaamheden beginnen vandaag en zullen tot vrijdag duren. In verband met de onderhoudswerkzaamheden worden vrijdagavond de Vliettunnel, de Parktunnel en de Spoortunnel in Leidschendam-Voorburg afgesloten voor het verkeer. Het gaat alleen om de tunnelbuizen vanuit Wassenaar in de richting van de A4. De afsluiting begint om 10 uur vrijdagavond en duurt tot 5 uur zaterdagochtend. En verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de A12, de Utrechtse baan, de Benoordenhoutse weg en dan de N14. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Alle informatie staat ook op Teletext, pagina 165 en op onze website. Heel graag tot morgen. Dag.